Daar had de bonte knuigkever huis gehouden, waardoor de constructie ernstig was verzwakt. En zijwaartse krachten drukten zwaar op het onderliggende muurwerk, waardoor in gewelven en muren scheurvorming ontstond. De situatie was urgent en het werk kon vanwege de omvang niet worden meegenomen in het reguliere en kleinschalige onderhoudswerk. De scheuren zijn nu weer gedicht en het muurwerk is gepleisterd en geschilderd. Er is naar gestreefd om het beeld en de sfeer van deze kerk niet wezenlijk te veranderen. Ik feliciteer de Protestantse gemeente Amersfoort met deze heringebruikname van de Sint-Joriskerk en wens u toe dat dit eeuwenoude gebouw zijn zegenrijke functie nog lang mag uitdragen. Grote Hallenkerk, waarin we nu met z'n allen zijn.
heeft bouwhistoricus Karel Emens alle sporen die in het gebouw zelf aanwezig zijn, verzameld en onderzocht. Zowel de kerkelijke functies als andere stedelijke activiteiten krijgen hier een plek. De kerk wordt voor meerdere doelen te gebruiken en is daarmee opnieuw een belangrijke ontmoetingsplek in onze stad. Daarom ga ik toch nog meenemen naar één element in deze kerk die mijn bijzondere aandacht heeft. Boven jou is het hemelgat. Vinden we in de 15e-eeuwse schildering de hemelse drie eenheid God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En op het vierde vlak staat Maria afgebeeld met het kindje Jezus. En wat nou zo uniek is, dat al ver voor de beeldenstorm hier de beelden door het gat al naar buiten gingen. Ik wil namens het college iedereen hartelijk danken die heeft bijgedragen om deze bijzondere restauratie van onze Sint-Joriskerk mogelijk te maken. Dank voor uw aandacht.
Dames en heren, vrienden van de Sint-Joris en beminnaars van de stad Amersfoort. Namens het bestuur van de stichting Open Oog feliciteer ik u met de op een haar na afronding van de restauratie van deze prachtige historische stadskerk. Amersfoort houdt van haar Sint-Joriskerk. Reizig en breed, harmonieus door haar drie even hoge hallen, uitgerust met een rijk versierd oxaal, een uitbundig zuidportaal en een robuuste, deels inpandige Romaanse toren met de klokman die de predikant zo nodig bij de les houdt. Een borstbeeld in Carrara marmer, afgeleid van het portret van Salomon Savrij uit 1661. Gebeeldhouwd door Tom Mooi in zijn atelier op het terrein van Randenburg. O, samenkomst van feiten. Wij zijn vanavond aan het eind gekomen van dit feestelijke programma ter gelegenheid van de heropening van de Sint-Joriskerk. Dank voor de prachtige muziek. Dank aan alle sprekers voor de goede woorden over de Sint-Joriskerk en ook tot mij persoonlijk. Misschien vindt u het ook wel prettig om op een zaterdagmiddag of een andere middag te helpen bij de openstelling. Om mee te helpen de kerk te bewaken. Wij hopen dat u wil helpen. Dank u wel.